misschien wel onze Jan Roos. Ja. Want die gaat nu lieve dingetjes zeggen. Nee. Niet? Nee. Niet? Nee. Nee, dat is niet meteen. Ik zoek een sportief iemand en hij ziet er niet. Zet het bandje maar aan. En zij, omdat ze voor iedereen die dikke dijen van haar uit elkaar doet. En hij, omdat hij zijn eigen emoties verkoopt. Jullie zijn vieze mensen. Heel vieze. En die vader van jou, dat is snap, een held. Dat is een held. Snap ik donders goed. Daar wil je toch niks meer mee te maken hebben met deze trivel. Nee. Het is een, moeder Irma was een foutje. Het is Dierendag. Ja, dus weer speciaal van staal gehaald. Ja. Buddy. Onze Buddy. Er was veel kritiek over de relatie tussen mij en Buddy de laatste keer Buddy erbij was. Wat problematiek gaat met wat instanties, maar daar hebben we het niet meer over. Hij mag nu mee. En daar is hij dan op Dierendag. Buddy. Wij hebben met de dierenbescherming een afspraak moeten maken voor deze uitzending. Dennis zou hem niet slaan. Jan, dat is... Nou, daar viel men toen over. Dennis heeft, om het goed te maken met Buddy, want die had toch een klein beetje pijn in zijn kleine hondenkoppie, een Jip en Janneke halsband met bijpassende sjaal gekocht. Buddy is ook net als Dennis zo gay als een knol. Ja. Zeg, dat doe je een hond toch niet aan, dit? Ja, nou ja. Met die twee afwijkende oogjes. Met dat tiltkoppie van hem. Toch helemaal niks. Hey Bud, hoe is het? Gaat het goed? Ja. En ook omdat het Dierendag is, een dier van een gast. Ja. Baro Ellis is die weer. Ja, leuk. Dat is mooi. Ja, Jan, je bent fan van Baro. Ik ben heel erg fan van... Hoe kom je daar nou bij? Nou ja, omdat jij toch de afgelopen 3 weken hebt gezegd, als een ander kan, dan kan het. Maar deze week is wel waar. Ik ben vervangen door de Bridge, ik ben vervangen door Blender, ik ben vervangen door Bender, ik ben iedereen vervangen. En Floris. En Floris. Ja, en deze week zou eigenlijk vervangen worden door Buddy, maar toen zei Dennis, ik kan die man niet nog een keer afzeggen. Dus, nou, welkom. Ja, dankjewel, leuker te zijn. Dan gaan we direct maar naar het nieuws van de week. Ja, nieuws van de week. Nieuws van de week! En dat is toch dat er is besloten dat Marco Borsato vervolgd wordt. Marco Borsato! Nou ja, weet je wat het een beetje is, Danny Boy? Al die steunacties bij ons in het dorp, tenminste, ik woon Bergen Alkmaar zo vlakbij, gingen mensen opeens, ja, wij steunen Marco Borsato, hashtag. En het is toch belachelijk dat die man zomaar dit en zomaar dat... Ja, toen had ik al gezegd, joh, wacht nou even eind september af. Want dan wordt bekend of je vervolgd wordt, ja of nee. Want die mensen hebben nu allemaal een steunactie voor iemand die mogelijk kindermisbruik heeft. Maar nog steeds? Als die mensen het er niet af hebben gehaald, staat het er allemaal op hun Facebookie. Die verdediging van hem, weet je nog, wij waren de brengers van dit nieuws. Wij brachten deze scoop. Ja, er gebeurde toen helemaal niks mee. Behalve dat na 2 of 3 weken ze bij RTL Boulevard zeiden... Marco Borsato komt met een statement. En het statement is dat hij nog niet met een statement komt. En toen zei Bridget de Fridget... Ja, ik weet echt niet waar het over gaat. Waar gaat het over? Terwijl ze natuurlijk prima wisten waar het over gaat. Want hun collega John van de Heuvel was er al, ik weet niet hoe lang, mee bezig. Doe het er even niet toe! Waar het even... Sorry, Bud. Waar het even op... Ja, er wordt nog wel van vaker tegen je geschreeuwd. Je schreeuwt de hele tijd tegen dat kring. We hebben de muziek altijd hard aan als we samen dansen s'avonds. Hij is geluid gewend. Ave. Toen zei de firma Knoops Hamburger, die zei, we gaan op zoek naar de mensen die het hebben verspreid, het nieuwtje. Dus ja. Wij zeiden, joe, hallo, hier zitten we. Nou, toen werd die uiteindelijk vervolgd, daar hebben we nooit meer van gehoord. En nu zeggen ze dus, nadat hij door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd voor het bepotelen van een meisje van 15, die hem ook nog een keer zag als pleegvader, wat nog smeriger is. Ja... Er zijn 29 ontlastende verklaringen en daar is niks mee gedaan en dat is een schande. Nou, het Openbaar Ministerie heeft die 29 ontlastende verklaringen bekeken en gezegd... ja, dit is niet ontlastend, dus we zetten de zaak door. Dus daar dan nog mee komen op de dag dat Borsato te horen krijgt dat hij vervolgd wordt... Ik vind dat niet zo heel sterk. Ja, want het gaat er uiteindelijk om. Hij zou met zijn handen achter het broekje van het meisje zijn geweest. Nou, niet erachter, maar erin. Ja, daar heb je waarschijnlijk weinig ervaring mee. Maar je moet er niet achter, maar erin. Ja. In het broekje. Ja. Hoezo achter het broekje? Ja, nou ja, goed. In het broekje. Wat is dat? Nee. Hoe kom je er nou bij? Hé, zal ik even mijn hand achter je broekje doen? En? Hoe is het? En? Hoe is het? Ja. Ja, ik voel niks.
Oh! Ja. Dat is vreemd. Als Marco Borsato zijn hand achter de broekje had gedaan, dan was er niks aan de hand geweest. Nee, precies, precies. In een broekje. En hij zou, aan haar geslachtsdelen hebben gezeten. Dat blijkt omdat zij dat in haar dagboek had geschreven. En haar moeder... Dennis, weet je wat dit is? Ja, borsten. Ja, ja, ja. Wat is het? Ja, borsten. Nou, hier doet de kraan aan, voel je of het warm is. Dat is een beetje zijn. Dat is een beetje jouw humor. Ik schrijf mijn vop hier zo direct mee. Ja, goed. Nee, maar kijk, die ontlastende verklaring. Er was natuurlijk niemand bij, die misbruik. Toen hij achter dat broekje zat met zijn hand. Ja, ja, dus, precies. Dus dan krijg je waarschijnlijk dan zijn moeder Miri Borsato, die dan zegt, nou, kan niet geloven. En dan nog 28 van zijn vrienden, Leko. Die zegt, ja, kan niet geloven. Chantal Jansen. Ja, kan niet geloven. Nou, noem ze. Dus, heb je, Wendy van Dijk. Nou. Ja, met... kan het niet geloven. Ja, nee, zo hebben ze. Dus. Sorry, Bert. En je hoorde een snuifgeluid. En je dacht dat papa weer aan de miauw zat, hè? Ja, dat is niet zo, hoor. Dus dat zou dus betekenen, dus dat, want ze zeggen nu ook wel eens. Ja, maar die moeder van die Vendag, en die is gewoon teleurgesteld. En die zet de dochter hier toe aan. En die heeft dat kind helemaal in de ban. En die heeft dat dus nu achteraf verzonnen. En dat is een beetje vreemd als het Openbaar Ministerie onderzoek heeft gedaan. En het blijkt dus dat zij dat heeft geschreven in de tijd dat dat gebeurd is. Nog voordat haar moeder het wist. Hè? Dames en heren, let er een beetje op. Ja, ik heb me verdiept. Ja. Of vind je dat ik te hard ga? Nee. Dus 29 ontlastende verklaring. Dat is niet ontlastend, dat is ontlasting. Ja. Het zijn scheidverklaringen. Anders had het Openbaar Ministerie er wel wat mee gedaan. Maar misschien, is mijn woordschap leuk of niet, Bardo? Hij is goed. Maar misschien staat er in die verklaring bijvoorbeeld dat meisje heel lang hem heeft geversierd of gevleid. Of... Ja, dat kan dan wel, maar als jij als volwassen man denkt, ach, dat meisje van 15, dat versiert me wel heel lang. Tijd dat ik met mijn hand achter de broekje ga, dan ben je nog steeds een zieke hond en dan moet je nog steeds gepakt worden. Ja, amen. Ja, maar je hebt... Ramen? Nee, amen daarvoor. Oh, de zieke hond die opgepakt moet worden. Is ook bekend hoe Marco reageerde in die opname? Dat hij het verschrikkelijk vond. Hij heeft het daarin bevestigd en dat vond het verschrikkelijk. Liever gezegd, hij is met die moeder en het meisje naar een psychiater gegaan en daar heeft hij zitten huilen dat het nooit had mogen gebeuren. De man is de lul. Ja, dat hangt Marco. Hij hangt al sowieso. Daarom houdt hij al die tijd op zijn bek. En dat hadden zijn kinderen en zijn moedertje ook moeten doen. Nou, kijk, tuurlijk is het lastig, maar we gaan dit gewoon met z'n allen doen. We staan met z'n allen achter mijn vader en we gaan dit gewoon rocken. Tuurlijk is het pittig, maar goed, dat wisten we al van tevoren dat het pittig zou worden en dat het een pittige tijd zou zijn. Dus tuurlijk is het voor iedereen hoe dan ook lastig, maar we blijven positief en we gaan dit gewoon doen. Meer wil ik ook niet over zeggen. Ik wil het leuk houden voor mijn nichtje. Leuke vrouw. Krachtige vrouw. Meer wil ik er ook niet over zeggen. Als je mij vraagt, heeft ze meer dan genoeg gezegd. Ja, nee, hoe achterlijk is dit, hoop je, de genetisch afval? Hmm. Ja, maar we gaan niet dit rocken. Ja. Mijn vader die wordt dus verdacht van kindermisbruik. Zo, het Openbaar Ministerie zegt, we gaan hem vervolgen. Ik word geïnterviewd bij mijn Sinterklaasfilm. Ja, mijn Sinterklaasfilm. En dan zeg ik, ja, luister, we gaan dit doen. We gaan dit rocken. Dan denk ik, die man is gek. Punt. Houd toch je kop! Oh. Ja, maar Buddy heeft een hekel aan kinderlokkers. Ho! Oh. Kinderlokkers? Je deed weer een klapje. Jij deed weer een klapje. Dit is echt jullie slow-mo. God. Jezus. Fijne dierendag allemaal. Het is toch Buddy ongevoelig onderwerp. Ja, maar je slaat hem weer in zijn nek. Ja, maar dat doen mijn moeders ook. Dat is corrigerend in het nek veel. Buddy. Hey, Buddy. Oh, wat erg. Doe maar. Wat weer dat? Waar moet je dat lelijke intelt beest ook meenemen? Hij vroeg me, komt dat beest uit? Hou je smoel. Buddy! Niet schreeuwen tegen het hondje, dat schijnt ook niet goed te zijn. Ja, nee, maar dat is wel een keer goed. Ik moest ook dat beest uitlaten van hem. En met dat kleine natte plassertje tegen mijn hand moest ik hem de trap optillen. Dat je echt denkt, dit is echt mensonterend. Zo klein, nou ja, ga verder, sorry. Zo heeft Marco zich ook gevoeld bij de barbecue. Oké. Okay. Hè? Heb je daar kleine natte plassertjes? Ja, zat hij nou kleine natte plassertjes? Hij zat toch in het handje, in de hand in de broek, zei je? Ja, maar je weet toch niet of dat meisje een nat plassertje had? Dat is vies aanname. Nee, als zij hem even ziet, is dat aannemelijk. Nou ja, dit gaat uit de hand. Nee, die gaat echt de kant op. Dat komt allemaal uit het hondje. Is gewoon een lul, joh. Is dit dan erger als wat een Thijs Reumer heeft gedaan? Ja, tuurlijk is dit erger. Ja. A, Thijs Reumer is gewoon een smeerlap die geil doet met veel te jonge meisjes. Maar die doet dat digitaal. Is dat goed? Nee, natuurlijk is dat niet goed. Want hoe ziek ben je dat je opgewonden wordt van een grietje van 14, 15, 16? Maar dit heeft
aan dat meisje gezeten. Wat nog veel erger is. Maar wat ik het allersmerigste vind, als het waar is natuurlijk, is dat hij, toen het meisje haar vader overleed, zich heeft opgeworpen als een soort pleegvader. En toen het meisje 15 werd, toen is hij er gaan betasten. Dat vind ik vele malen erger. Maar welke straf hoort daar dan bij? Nee, maar je bouwt een vertrouwensband op met een kind en daarna misbruik je die als beroemde zanger. Wat nog extra erg is. Omdat het misschien dan een nog hogere drempel voor zijn kind is om dan te vertellen, mijn nieuwe papa Marco, die zit met zijn hand achter mijn slipje. Matthijs Reumer gaat de gevangenis in. Weliswaar kort. Maar wat, dan zou je zeggen dat hij dan ook. Ja, maar dan moet hij jaren zitten. Jaren? Ja, dan ga je jaren de knast in. Nou ja, jij denkt dat het OM dat onderzoek niet voor niks doet. Dus jij verwacht dat hij jaren de bak in draait. Ja, dat verwacht ik, ja. Maar hoe lang kan je hiervoor zitten dan? Als je een hand... Dat is een opstuit. Dus ontucht, kindermisbruik, noem het. Van de onttrekken aan het ouderlijk gezag, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat dan gaan ze stapelen. Noem eens een jaar. Noem eens een aantal jaar. Noem eens een jaar? Ja, hoeveel jaar? 4. Ik zie morgen in de Telegraaf. Maar dat zou ik zeggen. Jan Roos, 4-jarige gevangenis. Nee, niet Jan Roos, de 4-jarige gevangenis. Wat heb ik ermee te maken? Marco Borsato. Oh. Ja. Maar ik zou wel zeggen tegen de rechter, verdubbel het dan. Omdat Marco ook nog die smaad en lasten richting het slachtoffer heeft gedaan. Ook, ja. De dubbele klootzakrol. Ja, ja. En verdriedubbel dan. Want hij heeft ook een soortje kutmuziek gemaakt. True. Nee, ja, ja, iedereen vindt het. Maar ik vind bijvoorbeeld Rood. Dat vind ik een kut nemen. Vandaag is rood. Ja, vind ik het? Ja. Oh, ja. Met kleur van je slipje. Goed. Ook Luca Borsato gaf een interview. En die zei, hij gaat niet meer eigenlijk naar de Jumbo of Albert Heijn. Af en toe wel. En af en toe haal ik wat er nodig is. Maar meestal bestelt hij de boodschappen. Wie? Op dit moment vormen Marco en Luca met z'n tweeën een huishouden in Alkmaar. Nou, hij gaat niet meer naar de Albert Heijn. Heeft hij het dan over zichzelf? Ja, het gaat over Marco. Oh, over Marco, maar niet over Luca. Nee, Luca gaat voor hem. Luca gaat wel nog naar Albert Heijn. Ja, daar gaat hij koken. Oh, gelukkig zeg. Maar ja, hier hoor je ook de kant van het slachtoffer Marco Borsato. Die alleen thuis zit, alles kwijt is, niet meer naar de supermarkt kan. Ja, dat is dan wel een beetje de keerzijde van kindermisbruik. Dat men je niet meer zo leuk vindt. Ja, want je kunt niet eens weer de supermarkt in. Ik bedoel, die man die zou ook wel eens bij AZ, dat kan allemaal niet meer. Ja, nou ja, dat is toch maar zo, toch? Hè? Ja. Ja, moet je klauwen. Hij zei ook van, als mijn vader dan naar de supermarkt gaat, dan wordt hij uitgescholden en dat soort dingen. Ja, nou, ja dat heb ik ook. Ik heb niet eens kinderen gezeten. Ja, word je ook uitgescholden? Zeker, heel vaak. Wat hoor je dan? Klootzak. Ja, hoor je dat echt? Buddy, enthousiast. Goed zo. En dan gaan we door. Ja, dan gaan we naar de moeder van Enzo Knol. Yes. Ja. Irma. Irma, ja. Irma Knolletje. Irma. En we hebben hier een insider als het gaat om de knolletjes. Want jij kent alle knolletjes goed. Jij bent goed met de knolletjes. Ja, Milan ken ik heel goed. Enzo ken ik. En die moeder heb ik, Irma, heb ik wel een paar keer ontmoet. Oh, leuk. Ja. En heb je haar toen ook een handje biks gegeven, is de vraag. Nee. Oh. Het is een hele lieve, normale vrouw. Ja, en hele lieve, normale vrouwen. Die staan normaal andijvie te wassen. In het weekend misschien een beetje gek lasagne te koken. Maar wat ze niet moeten doen is vloggen op YouTube. Omdat er geen kut aan is. Nou ja, het is maar een tippie. Een tippie van Flippie. Maar die moeder wil ook graag beroemd zijn, toch? Ach, ga toch op, zeg. Dat is toch niet te geloven. Kijk, Enzo, die kan er wat van. Mm-hmm. Dan heb je Milan. Nou ja, dat is een soort nageboorte van Enzo. Niet echt. Mm-hmm. En, dan, dat komt dus, en dat is allemaal uit dat Knol komen druipen. En dat is Irma. Het is gewoon, eigenlijk is Irma Knol gewoon een deksnol. Ja, alleen diegene die hij heeft gedekt, wil hij niet meer zien. Nee, hè, vind je het even gek? Ja. Dus, en niet alleen diegene, want het nieuws over Irma Knol, de deksnol, is... Dennis? Ja, ook Bart heeft haar verlaten. Ja, maar natuurlijk, die deed mee aan het liefdesprogramma Samen Uit, Samen Thuis. Ja. En daar ontmoette zij Bart. Ze was erg verliefd op Bart. Heel erg verliefd. Ja, waren graag... Ik denk dat Irma Knol zo'n vrouw is die heel snel verliefd wordt in de hoop dat er een keer iemand naast haar wakker wordt. Ja, ik word wel eens wakker 's morgens. Ken je dat? Met zo'n morningwood? Dat je zo'n, ja, dat je daar, dat je nachtkastje ermee door midden kan beuken. Hè? Weet je, ken je dat ook? En dat je denkt, godverdomme, kan mij het skelen. 37 graden. En het hoeft niet eens nat te zijn, want ik spuug er wel op. Ik denk dat Irma Knol dat ook heeft. Want die wil gewoon liefde. En niemand wil met een lelijke wijf. Laten we eerlijk zijn. En ze heeft natuurlijk, ze is oud, verlept.
En heeft twee irritante kutzoontjes. Ja. Knol, die ja, was dus verliefd op Bart. Die heeft haar leren kennen in dat programma. Ja. En Irma Knol kwam vandaag met een statement naar buiten hoe het gaat tussen haar en Bart. Je hebt die beelden gezien dat ze een kussen was met Bart, hè? Het was een beetje vluchtig. Het was een beetje schoolkinderen. Het was een kusje van twee schoolkinderen op... Ja, op in het fietshok, achter het schoolplein. Zoals jij je dochter wel eens hebt betrapt. Nou, die doet het wel, bakt het allemaal wat professioneler aan dan dit. Vertel eens. Nou, zeker niet. Nee, want mijn dochter is nog minderjarig. Anders zou ik bijvoorbeeld ook zeggen dat ik er wellicht een keertje... comateuze toestand in het wc heb aangetroffen. Maar dat vertel ik niet, want ze is daar te jong voor. Nee, en haar moeder trekt dan ook zeker aan de bel. Ja. En niet alleen bij haar, maar ook bij de ding-ding-ding alimentatiebar. Ja, dat gaan we allemaal niet doen. Maar gaan we nog even niet over! Maar je hebt het overleefd, die comatieuze toestand op het toilet? Zeker. Fijn. En trof je alleen aan op het toilet of met een jongeman? Nee, met... een meisje. Nee, was het maar waar. Ze lag verstrengeld met haar maaginhoud. Oké. Okay. Maar goed. Daar hebben we het niet over, want dat geeft gedoe. Ja, dat geeft zeker gedoe. Nee, we gaan naar de update van Irma Knol. We zagen dus nog kussend op televisie en nu verdrietig op Instagram. Even een update hoe het nu is tussen Bart en mij na het programma Samen Uit, Samen Thuis. We hebben een ontzettende leuke relatie gehad. We hebben gereisd nog met z'n tweeën. De relatie duurde ruim 3 maanden. En dat was ongeveer van maart tot en met eind juni. Bart heeft toen aangegeven dat hij toch niet verliefd op me is. Nee. Voor mij was dat een schok. Ik was smoor en smoor verliefd. Ja. Nou. Was natuurlijk ontzettend jammer. Ja. Ik was heel erg verdrietig. Mijn hart was echt gebroken. Nogmaals, ik was verliefd. Bart niet. Relatie is over. Pijnlijk. Pijnlijk en snoeihard. We hebben wel mooi nieuws. Ja, buddy. We gaan bellen met Irma Knol. Ja, ik heb Irma bericht. En jij was er van ondersteboven dat ze dat wil. Ja, en die zegt, bel maar. Ik vind dit, ja. Wat, jij voelt je slecht bij. Ik wil graag even duidelijk maken dat ik hier niks mee te maken heb. Ik kom hier te gast. En wil je nog wat zeggen tegen jouw vrienden Milan en Enzo? Dat ik hier niks mee te maken heb. Alsjeblieft, dit is... Maar ik heb jou een auto wel uitvoerig verteld. We beginnen doen en hij stond erachter. Nou, dat is een godverdomme tegenovergestelde. Hi, Irma. Irma, met Dennis. Welkom bij Roddelpraat. Wat fijn dat we jou mogen spreken. Ja, tuurlijk mag dat. Grote eer voor ons programma. Mooie update van Spraat. Irma, wij hebben natuurlijk het gevolgd. Jouw liefdesavontuur met Bart. Ja. Ja. En vandaag deze tragische beelden. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Want je zag er verdrietig uit. Oh ja, nou ja. Het is inderdaad niet gegaan zoals ik gehoopt had. Nee. Maar we zagen van die romantische kusjes op het strand. Ja, nou, dat viel best mee. Volgens mij zijn er 2 keer is er een kus gegeven in het programma. Ja. Dat valt mee, toch? Maar heel eerlijk, ik was gewoon hartstikke verliefd. Ja. Dat is gewoon zo. En ik dacht Bart ook. En ja, later bleek dat toch niet zo te zijn. En ja, dus nu is er geen relatie meer. Nou, jammer. Nee, dat is jammer. Ik maak dit programma samen met Jan Roos. Kent u hem ook? Nou, ik ken hem niet persoonlijk. Ik ken jou ook niet persoonlijk. Maar ik weet wel wie jullie zijn. Ja, die wil ook graag wat vertellen. Ja, die heeft ook gevolgd. Komt-ie. Ja. Okay. Dag mevrouw Knol. Ik heb daar met heel veel plezier naar gekeken. Nou, dat is leuk om te horen. Ja, want mensen zeggen wel eens van dat soort programma's... Ja, daar doen eigenlijk alleen maar hele sneuwe, vervelende mensen mee. Maar dat was echt totaal niet het geval. Nou, dat is super fijn om te horen. Ja, want kijk, dat heb je vaak dan bij dat soort, zeg maar, datingsprogramma's... Dat mensen dan zeggen, ja, dat doen dan echt alleen maar die kansloze types ermee... die echt daadwerkelijk niemand of niks kunnen krijgen. En die willen dan ook nog een beetje media-aandacht. En die gaan dan met de eerste, de beste koekwous gaan ze er maar op af. Maar dat is niet zo, want je merkt dat dit echt romantiek is. Ja, zeker weten. Ja. Ik deed zelf ook niet mee, omdat ik dacht... Oh, nee. Maar het ging me echt om Bart. Ging om Bart, ja. Ging niet om dat tv-optreden. Nee. Dat was toevallig. Het was toevallig in een programma eigenlijk. Nou, nee, weet je, het is echt. Maar ja. Ik zal je heel eerlijk vertellen hoe het is gegaan. Ja. Het is op een zondagavond in februari dit jaar. Ik zet de televisie aan. Ja. Op het moment dat ik de televisie aanzet, komt Bart tevoorschijn. Ja. En ik denk, wauw, dat is een leuke man. Wow. Eerlijk, ik zie nooit leuke mannen van mijn leeftijd. Nee.
Nooit. Ja, ze zijn wel zo aardig, maar niet dat ik denk, oh ja, nee, dat is echt wel een leuk man. Hoe oud bent u, mevrouw Knol? Oh, je mag je dat zeggen, hoor. Ik ben 57. Ja, dat zeg ik liever u. Ja. Oh, dat mag ook. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik vond hem steeds leuker. Ja, ja. Maar even de hamvraag, want we zagen dat ongemakkelijke kusje op het strand. Is er geneukt? Ja, ik vind dat je 57 bent, dan moet je er toch wel... Ja. Nee. Niet? Nee, tuurlijk niet. In 3 maanden vind je het gek dat Bart de pleitering heeft gemaakt, zeg. God, zou me kraken. Oh, ik dacht dat je bedoelde in het programma. Nee. Meer in jou. In u, sorry. Oh, dan durf je wel ineens jou. Ja, dat ging niet goed. Ja, nee, ik heb van... Nee, tijdens het programma niet. En daarna hebben we gewoon een hele normale... Oh, gewoon. Leuk. Liefdesrelatie. Dus dan, Bart die was niet verlegen om ook een stukje van hem in u kwijt te kunnen. Ik zeg het iets anders, maar als jij het zo wil zeggen, joh, dan vind ik... Fijn! Ja! Okay. Oh, yes. Maar wat ik wel jammer vind overigens is dat hij dan dat hij net doet of hij verliefd is. Dat hij u het hof maakt en dan alsnog de pleitering gaat. Dat is niet netjes van Bart. Nou, het is het hele korte verhaal. Oh, ik vond vrij lang al tot nu toe. Nou, hier is Dennis weer. Ja, bedankt eigenlijk voor deze toelichting. Daar ben ik weer. Sorry hoor, Jan is wat brutaal. Maar we kennen u natuurlijk niet alleen als Irma Knol, maar ook als de moeder van Enzo en Milan. En daarom heeft Jan al vaker u besproken. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Nou, nee. Oh, dan snap ik het meer dat we kunnen bellen. Jan is... Fan. Ja, kan ik zeggen fan? Zeker. Ja, Jan is een groot fan van u, want het is natuurlijk zijn weinig leeftijdsgenoten van Jan... die ook een beetje bekend zijn online. Ook weer waar. En Jan heeft af en toe grapjes gemaakt over u. En die wouden we eigenlijk laten horen wat u daarvan denkt en of u dat dan leuk vindt. Want Jan had een boodschap voor u. Ja, en Bardo kent deze boodschap en vindt het heel leuk. Ja. Nee. Ja, misschien kent u Bardo Ellens, die zit naast ons. Oh, echt waar? Ja. Hey, Irma, ik wil... Hey? Nee. Irma, hebben excuses hiervoor. Irma, moeten we een oproep doen voor een nieuwe leuke vent voor je anders? Ja, nee, dat gaat helpen. Nou, ik ben niet echt op zoek, maar weet je wat het is? Ja? Als je er een kan vinden, weet je nou, wie misschien wel onze Jan Roos. Ja. Want die gaat nu lieve dingetjes zeggen. Nee. Niet? Niet? Nee, dat is niet met die. Ik zoek een sportief iemand en hij ziet het niet. Zet het bandje maar aan. Nou ja, goed, er was een moment. Er was een hele mooie emotionele video met uw zoon Enzo over het moeilijke verleden. Waaronder ook met uw ex-partner en zijn vader. Hebben jullie een beetje over uitgeweid en stukjes voorgelezen. Weet u welke video ik bedoel? Ja. Het was een mooi stukje. Spraken jullie vanuit het hart. En toen heeft Jan besloten iets liefs op te nemen voor u. Heeft hij wat dingetjes gezegd. Ja, het gaat over u en uw zoon. Maar vooral over u. Oh. Als u... Ik ben heel benieuwd. Ja, en terecht. Nou, daar komt hij hoor, ja? Ja, op YouTube. Nog even wat. Die moeder, moeder Knol. Irma Knol, die is ook zogenaamd lekkere YouTuber. En die heeft een achternaam wat past bij haar lichaam en hoofd. Ja. Godverdomme net de Knol. Ik vind het geen mooie vraag. Wat een lelijk, lelijk trekpaard is dat, zeg. Verschrikkelijk. Die hele familie. Nou, ik ben niet heel erg snel van dat ik zeg van de hele familie. Wat moet uitgeroeid worden. Nou, ik heb wel eens over jouw familie gezegd over een... Maar die hele familie Knol. Wat mij betreft zou ik zeggen... Zoutzuur. Irma Knol is gewoon een hoer. Ja, dat is wat hij zegt. Nog steeds op zoek naar de waarheid vinden. Nou, Irma, ik zal je even vertellen. In jouw tak van sport wordt het een beetje lastig. Van een lelijke hoer komt moeilijk aan de man. Ja. Ik kan je nou vertellen. Je moet je doodschamen in zo'n Knol. En dat paard ernaast ook. Wat een fijn. Je legt godverdomme je eigen tranen bij de action. Je eigen emotie ligt in de uitverkoop. Je moet je kapot schamen. Ze is gewoon een hoertje. Net als zijn moeder. Ze is een hoertje. We zitten hier gewoon naar een moeder en zo'n hoertje te kijken. Ja. En zij, omdat ze voor iedereen die dikke dijen van haar uit elkaar doet. En hij, omdat hij zijn eigen emoties verkoopt. Jullie zijn vieze mensen. Heel vieze. En die vader van jou, snap ik donders goed. Daar wil je toch niets mee te maken hebben met deze trievel. Nee. Het is moeder Irma was een foutje van papa. Ja, de techniek laat... Kon u het verstaan?
Ja, ik kon het voor, nou, ik denk voor 90% wel verstaan, maar ja, hilarisch. Ja, u vond het hilarisch? Ja, echt? Ja, ik bedoel, ja, het is gewoon humor. Ik kan helemaal lachen. Dus. Eerbaar, je bent een moordwijf. Echt. Ja, dat wil ik echt. Oh, goed. Ja. Maar je was bang dat je niet meer met tweede paarsdag mag komen. Ja, nee, slap af. Ik schrik hiervan. Ik vond het wel grof nog. Ik schrik hiervan. Ja. 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 Ja, ik hoor. Nee, joh, weet je, ik hou van lachen. En je kunt beter ergens om lachen dan. Dan, ja, om huilen, dat begrijp ik in jouw geval ook wel. Het is de mening van Jan. Ja. Dat mag. En ja. Dat vind ik prima. Ja. Ik bedoel, ik wil ook niks met Jan. Hij is mijn type ook niet. Dus dat scheelt ook weer. Maar, en hele dikke warme groetjes aan Enzo en Milan. Want dat zijn voor mij nog steeds echte helden. Oké, nou super. Ik ga de groetjes doen. Hartstikke leuk. Nou, Irm, dan zeg ik, en een welgemeend... Ja, dat was leuk. Ja. En je kunt een boel zeggen, maar ze heeft wel zelfspot. Ja, of ze begreep niet wat er gebeurde. Nee, dat zou ook kunnen, ja. Dat zou ook kunnen, ja. Nou ja. Ja, goed. Dan een onderwerp waar Jan zich heel druk over heeft gemaakt. Zeker. En je had destijds ook al een scoop hierover. De Zeker. Serie van Willem-Alexander en Maxima. Ja. Nou ja, goed. Kijk, rollenpraten brengt heel veel scoops. Alleen ja, we worden niet helemaal serieus genomen. Dat begrijp ik zo langzamerhand ook wel weer een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Maar wij brachten toen het nieuws. Er komt een serie over Maxima naar buiten. Waar het Koningshuis helemaal geweldig en fantastisch uitkomt. Dat is niet zo gek, want alles wat gemaakt wordt over het Koningshuis... komen ze allemaal altijd helemaal fantastisch uit. Waarop? Omdat wij namelijk... in een land leven waar een soort staatspropaganda plaatsvindt... dat sprookje, wat ons 350 miljoen per jaar kost, helemaal geweldig is. Nou, het gaat niet zo lekker met het Koninklijk Huis. 38% van de Nederlanders heeft geen vertrouwen meer in die dure poppenkast. En dus komen ze nu op Videoland, waar anders. Wat produceren die per dag? Dat is niet normaal hoeveel. In ieder geval een serie over Maxima en Willem-Alexander. Een scoopje van ons was ook dat Maxima speciaal mocht komen uitzoeken wie haar speelde. Dat is niet zo heel erg raar, want het is een bloedmooi wijf geworden. Ja, ik had zelf ook voor iets heel knaps gekozen. Maar het meest grappige vind ik nog wie Willem-Alexander speelt. Ken ik niet door die gast. Maar ik zie er net even wat anders uit dan onze koning. Komt-ie. Hier, dat is Maxima. Hier is rood, hier voor zien. Hier is daar. En dat is Willem-Alexander die ernaast staat. Yo no puedo estar con alguien que no sepa bailar. Hi. Buenos días. Hij heeft toch zo'n dikke kop. Hij heeft zo'n dikke hars in die roze. Hier. Het is een beetje een hele slank krap van. Hi. Hey. Buenos dias. Buenos dias. Willem-Alexander, om te beginnen, heeft kanariegele tanden. Kanariegele tanden. Waarom? Omdat hij ketting rookt. Die man rookt de hele dag ketting. Nee, geen ketting, maar sigaretten. Ah, die man die rookt niet, joh, gek. Denk je dat die man rookt? Tuurlijk. Ah, nee, joh, gek. Maxima rookt ook ketting. Nee, joh. Ach, wat een gelul is dit, zeg. Ja, nee. Hoezo? Heb jij die mensen ooit met een sigaretje gezien? 1000% ja. Waar en dan? Het is algemeen... Ben jou een berger? Er zijn gewoon foto's van staat-Mogol. Ja, omdat jij er niet ziet uit in die strotschuur waar jij woont. Maar daar zijn gewoon foto's van. Beatrix is ook een kettingroker. Dan ga je dan weg, joh. Ja, maar jij moet weggaan, kut. Omdat jij niks weet, betekent niet dat dat niet waar is. In ieder geval, hij heeft zo'n dikke melk, die gozer. Hij heeft heel vies raar haar. Je weet toch ook van de auto-ongelukken van Willem-Alexander, Prins Pils? Die heeft hem een paar keer in de berm geparkeerd, toch? Weet je dat auto-ongeluk van Maxima? Dat ze die man zo heeft gereden. Die heeft volgens mij zijn been verloren. Serieus? Ben je dan op toen ze uit Paleis Soesterdijk kwam gereden? Toen had ze gesopen. Ja. Serieus? Ja. En die rechter, die heb ik gezien. Want dat is de rechter ook van de zaak tussen mij en Natasja. Over 4 weken de uitspraak. Maar van dat gerook is allemaal gelul, joh. Dat gaat op, dat is de waar. Maar Dennis die heeft, zeg maar, Dennis zijn wereldvisie, zijn blik. Is denk ik, een schil van een millimeter om zijn eigen verwarde leventje. En alles wat daar buiten gebeurt, is niet zo. Want hij ziet het niet. Hij ziet het niet, dus dat is niet zo. Die mensen zijn, die staan, Ik weet zelfs mensen, die zijn daar naar een talentenlunch gegaan. Want zo proberen ze nog een beetje de media te houden. En tijdens de lunch lopen Maxima en Willem-Alexander steeds weg. En wat gaan ze doen? Roken.
Ja, nou, ik weet zeker, als je bij de RVD navraagt, dat het niet waar is. Natuurlijk zeggen we nee. Ja, nee. Wat heb je daar nou aan? Ja, nee, maar ik heb ze ook nog nooit zien. Afijn, doe er niet toe wat hij allemaal denkt en niet gelooft of wel gelooft. Het punt is als volgt. Willem-Alexander ziet er opeens fantastisch uit. Nou, dat is raar. We zijn er de waarheid, zullen we zo zeggen. Meest een Spaans of Nederlandstalige serie? Nederlandstalige. Ja. Okay. Ja, dat is Videoland, die niet El Videolando. Ja, omdat Maxima, iedereen praat Spaans, ik snap het. Oh, ze komt uit Argentinië. Maar waarom wordt er dan Bionodinas gezegd? Bionodinas. Ja. Ik ben ook in een soort omroep zwart terechtgekomen. Ik ben in een omroep achterlijk terechtgekomen. Bionodinas. Bionodinas. Nee, maar let op, ik heb hem. Hi. Buenos dias. Ja, nou, dat is toch geen Nederlands. Wat zegt die? Bionis Diaz, goeiedag staat erom. Dat is hoe het titelt. Goeiedag. Ja. Nou, misschien omdat zij Argentijns is en daar Spaans spreken. En hij heeft haar in Argentinië ontmoet. Juist. Oh, hoe heeft hij haar ontmoet dan? Op een feestje, zoals je net zag. Maar wat moet die man daar dan? Dansen. Oh, hij was toen natuurlijk met zijn moeder daar. Ja. Nee. Niet? Nee. Ja, wat doet hij dan in Argentinië? Die moeder van hem was toch... Hij was kroonprins en was de hele wereld aan het afrijden op te zoek naar een wijf. Ja. En zij was journalist en zij heeft daar onderzoeken, gesprekken gevoerd. Hij kwam langs op een feestje, kwam haar tegen. Zei dat, heeft jouw vader toevallig mensen uit het vliegtuig gegooid? Zij zegt, ja, wil je ook mee in het vliegtuig? En toen zeiden ze, ja, cool, let's go. En ik mag niet op de bruiloft komen. Dat is het verhaal. En toen helden ze op de bruiloft. Nee. Ja, zij jankt op de bruiloft omdat haar vader mensen uit vliegtuig. Ken je Fidela? Is dat echt zo? Ken je Fidela? Nee, joh, ik ken het heel veel. Ken je Sorregeta? Nee, joh. Nee, maar dit is een grap. Nee, en waar? Dat is waar. Ken je Evita Perón? Don't cry for me Argentina? Dat is allemaal... Don't cry for Argentina. Don't cry for me Argentina, Evita Perón. Is dat een lied? Dat is een lied. Ja, Madonna ken ik. Ja, Madonna. Die heeft Evita Perón gespeeld in de film. Ze gooide ze uit de vliegtuig. Ga niet in de vliegtuig met Maxima. Neem dat maar mee. Volgende onderwerp. Maar dan heb je ook nog Beatrix. En waar is zij in dit verhaal dan? Prins Bernhard, die neukte Evita Perón. Ja. Prins Bernhard kende ook... de vader van Maxima, de heer Sorregeta, die minister van Landbouw was onder dictator Fidela. Ja, alsof je met... Weet je dit echt niet? Nee, hij weet echt niks. Ook de traan niet? De traan? Hij weet niks. Joh, in die tijd... De dwaze moeders? Ook niet? Jawel. Nou, alleen die van jou heb je het dan weer over waarschijnlijk. Ja, nee. Het is niet gelijk. Nee, dit is een omhulsel en binnen is het gewoon niks. Mozes Kriebel. Maar waar is Beatrix in dit verhaal? Die zit thuis op een bankje een sigaretje te raken. Het is goed zo. Nou, dan gaan we naar iemand waar ik wel van weet. We gaan naar Jannes! Ja. Nu gaan we een beetje naar jouw niveau onderwerpen. Ja, ja. Wat is er met Jannes? Want Jannes is een zanger, dat weet ik. Ja, ja. Ik ken geen liedje van hem of een hit. Want dat doet hij ook niet. Jij kent Jannes wel, hè? Ik kom uit Oost, ik ken hem. Ja, wat is jouw favoriete Jannes hit? Weet ik. Ik ken alleen zijn blije kop, dat hij op die single altijd hetzelfde kijkt. Ja. Hij ziet er een beetje uit als een hele blije barman van een café... waar eigenlijk altijd dezelfde mensen in de bar zitten. Ja. Dat hij zich gezellig en dat hij zo'n bakje pinda's neerzet. Ja, maar hoe kijkt hij op zijn albums dan? Ja, gewoon vrolijk, dat is hem. Maar goed, er is een groot schandaal betreffende Jannes... want fans van Jannes zijn opgelicht door een nep Jannes. Nee. Jezus. Ja. Kan niet. Ik weet niet eens dat er een echte Jannes is... maar nu is er ook nog een nep Jannes. Ja, heel veel mensen die waren verliefd op Jannes. Jannes heeft een hele grote fangroep, dat is zo. Dat ja, ik denk bij jou op de sociale werkplaats. Nee, maar eerlijk, jij komt ook nog, Dave is randje het oost, maar heeft Jannes veel fans? Het heeft een niche, een klein groepje. Nee joh, als Jannes ergens... Kijk, dat is de grote grap. Hij kent dus al die moloten, ook die bij zijn vader in de kroeg zitten... en zeg maar van die sociale werkplaats van hem, die vinden Jannes dus goed. Mm. De rest van Nederland kent Jannes niet, maar dan denkt hij dat Jannes een soort Michael Jackson is. Nou, hier een gedupeerde. De 75-jarige Ria is net weduwe. En als ze op Facebook wordt benaderd door, tenminste dat denkt ze, volkszanger Jannes. Ging met mijn vrouwtje laatst naar Amsterdam, komt ie hè. Hey ja, hey ja, ho. Of ik met hem wilde chatten. Chatten? Nou ja, dat is wat we gaan doen. Chatten? Snel verklaart deze Jannes haar de liefde.
Dat doet hij ook bij ene Simone. En dan gaat hij hele lieve dingetjes vertellen van... Goh, wat zie je er leuk uit. Ik hou van je. Je bent mijn koningin. Is dan helemaal hote de botel. En die denkt van, hey, Simone, ik heb een vriend nu. Hij zegt, ik vind het doodeng dat ik bedreigd word. Ze eisen een ton van me. En hij zegt, ik weet niet waar ik daar in één keer vandaan kan halen. En toen zegt hij tegen mij, kan ik voor jou wat lenen? Die zijn van mening dat ik daar ben, zeg maar. En ze gaan op het gevoel van die mensen in. Dus ja, die zijn dus... ja, dat raakt me wel. Wat Ria en Simone niet in de gaten hebben... is dat de berichten afkomstig zijn van een oplichter. En ze blijven geld sturen. Je ziet aan het Nederlands dat er iets mis is. Het doet ook denken aan Engels. Dus dat iemand Engels heeft zitten bedenken... en die door een automatisch vertaalsysteem heeft gehaald. Ze hebben tot nu toe, denk ik, al aan 850 euro aan hem overgemaakt. Totaal. Toen ging ik al mijn geld in, al mijn briefjes van 50. Eerst hebben we 30.000 opgestuurd. En toen hadden we 70.000 bij elkaar gespaard. Ik wilde tegen alle fans zeggen van, jongens, pas op. Voor dit soort praktijken en let goed op wat je doet en trap er niet in. Nee. Ja, dat zijn toch van die Nigeriaanse benen doen dat toch? Ja, maar wel een tragisch verhaal. Ben je al heel lang fan van Jannes? En ook zeker in het geval van deze vrouw. Die vrouw, de muziek van... Weet je wat het simpel is? Een vrouwtje van 75. Als je zo achterlijk bent om een ton in briefje van 50 op te sturen... naar een of andere adres in de Bijlmer of in Nigeria... moet je niet zo lopen janken. Ja, dan ben je gewoon achterlijk. Ja, dan ben je erin gestonken. Ja, ik vind het goed hoor. Nee, maar kom. Ja, dat is toch ook niet het officiële adres van Jannes? Ja, dat is dus het probleem van dit... Dit soort achterlijke zangers hebben dus dit soort achterlijke fans. Ja, dat is het gewoon. Donderdag op wat een gezeur zeg. Als iemand... Jannes 123, die stuurt Ria een berichtje en zij stuurt wel een ton terug. Dommaat wijf is dat, joh. Nou ja, Jannes, de muziek van Jannes, had haar enorm door de tijd heen geholpen dat haar man was overleden. Oh. Ja, dus... Nou, ik hunker alleen maar naar de dood als ik een stukje van die man hoor. Verschrikkelijk. Nee, dat was haar man dus. Ja. Ja, en nou ja, zij was Jannes dus zo dankbaar. Dat ja, zij... maar dan ga je toch geen ton opsturen. Dan stuur je toch gewoon een fruitmandje. Ja, zo. Maar ze was verliefd op jou. Maar dit is ook een beetje een natuurlijke selectie, toch? Dat je denkt, oké, deze vrouw die stuurt daadwerkelijk op. Dan heb je geen geld meer, sterk je vanzelf en gaan wij verder op aarde. Ja, ik vind ook inderdaad, gewoon schoppen maar bij de hyena's en wij trekken verder. Ja, donder, is... echt, sorry hoor, maar ik heb niet eens medelijden. Je luistert en naar Jannes en je stuurt je geld ergens naartoe die je niet kent. Dat is klaar. Ja. Maar het is ook gewoon hele slechte, nou ja... Voor Jannes is dit heel slecht. Zie hem zitten. Ja, die zijn dus... ja, dat raakt me wel. Ik heb het gevoel dat Jannes af en toe een sigaretje rookt. Ik ben Jannes en het raakt me wel. Jezus Christus, die gaat binnenkort een keelkanker dood. Ja. Ik kan Ria weer een tonnetje opsturen voor de chemo. Ik heb wel eens gewoon chatcontact met Jannes. Echt leuk. Ja. Nou ja, en het fijne nieuws. Heeft hij wel eens geld gevraagd aan jou? Hoeveel heb jij opgestuurd, Ria? Oh, maar wat ik dan wel laat zien overigens. Dat was een feest. Daar heb ik nu kaarten voor gekocht. Ken jullie Tucker FM feest? Ik ken alleen Tucker Lorenzo alias Tucker Sterren. Ja, dit is een Tucker FM feest. Echt een mooi feest. Als jullie meer willen, dan kan dat. Ja, ik kan helaas die dag niet. Kijk dan. Het is ook heel smerig. Kan het uit? Ja. Maar weet je wat het raar is van die mensen waar jij vandaan komt? Die gaan dus met z'n allen staan te dansen. Terwijl een heel lelijk, dik vrouwtje zingt. Papi, 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 speel niet met mijn voeten. Dat vind ik niet fijn. Er wordt gewoon incest gepleegd. Dan staat hij... Omdat jullie denken dat het normaal is. Dat is het niet. En dan is het tijd voor... schrik niet, buddy. Voor de Dierendag aanbiedingen. We gaan naar het... Reclameblokje. Het reclame.
reclameblokje met daarin veel praatjes over hoe wij in de lucht kunnen blijven. Dan moet ik even zeggen, mensen maken zich druk omdat de commands op de website uitstaan. Ja, ik ben er blij mee, laat ik het zo zeggen. De website ligt wat onder vuur, er is wat problematiek, maar we zijn er mee bezig. Dus we zijn even aan het experimenteren. Daarover later meer, komt hopelijk goed. Om ons daarin te helpen om die site lopen te houden. Geweldige gasten dat wij hier kunnen zitten. Want YouTube doet het niet. Wij krijgen geen inkomsten. Jij kreeg vroeger in jouw Banjo Movies tijd veel ping-ping. Dat is niet normaal. Niet? Echt wel €1,50 per 1000 kijkers. Ja, ja, ja. Dus voor Duiken is heel weinig. Nou, wij krijgen alleen, niks. Toen ging het alleen. Ik durf te wedden dat die bender van vorige week echt op de €6-7 zat. Waar ik nu op €1,50 vroeger zat. Ja, ja. En bender, wat bender wel weer, wat jij toen niet wist, is dat je wat belasting betaald is. Klopt, dat is later opgelost met de belasting. Ga goed. Ja, maar ja goed. Dat is het voordeel aan donaties. Daar betaalt niemand belasting over. En dan houdt u ons in de lucht. Ja, zo is het. Voor maar €5 per maand kunnen wij dit prachtige programma maken. Steun ons op roddelpraat.backbeat.org. Zodat wij kunnen blijven leven. Want dat is ook belangrijk. En ik heb de laatste tijd gelezen. Het lijkt wel of Jan steeds dikker komt. Ja, dat komt omdat ik honger lijd. Dat heb ik in Afrika toch ook worden ze steeds dikker. Dat heb ik ook. Ik heb binnenkort ook een vlieg in mijn ooghoek. En dat is niet leuk. En dat komt omdat ik niet goed kan eten. Dus help ons op roddelpraat.backbeat.org. En zeg je nou, krijg je dan helemaal niks terug. Je krijgt heel veel liefde, warmte en genegenheid van ons als mens. Maar we willen een kleine shift terug doen. Dus wat doen we terug? Alles wat we overhouden, wat eigenlijk weggeflikkerd wordt door onze OJ. Dat stoppen we in een klein balletje. En dat doneren wij op donderdag 6 uur in je doosje. Ja, en daarin heeft Bardo een heel mooi verhaal over een man die nu bij Omroep Zwart wat heeft gedaan, maar eigenlijk crimineel blijkt te zijn. Ja. Ja, was een interessant verhaal. Iets met Van Gogh. Licht racistisch, daarom ja, licht racistisch. In de extra. Daarom, het gaat om de scoop en die krijg je dan daar. Ja, van Bardo. Bom vol met scoops deze week. En laten we ook even niet vergeten, Jan en Dennis, zonne-energie.nl. Zonne-energie, ja. Fantastisch om natuurlijk zo'n prachtige zonnepaneeltje op het dak te hebben. Dat hele klimaat, laten we het eerlijk zijn, het kan ons een worst wezen, maar het scheelt wel in je portemonnee. Want ik zeg altijd maar zo, onze zonnepanelen op het dakkie, meer centen in je zakkie. Jan en Dennis, zonne-energie.nl. Ook voor airco's. En we hebben iets nieuws. Dat hebben we vorige week aangekondigd. Energiecontract. Ja, 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 ja. Het is weer rendabel. Allemaal bij ons. En als u nou zonnepanelen wil, vandaag aangevraagd en binnen 3 weken op het dak. Ja, en als je denkt van ja, die kan ik niet in 1 keer betalen, is er ook nog een keer een financieringsmogelijkheid bij Jan en Dennis zonne-energie.nl. En inderdaad, energiecontracten. Als je nu denkt, ik betaal godverdomme veel te veel. Bij ons wordt het een stuk minder. Ga naar jan@zonenergie.nl. En dan gaan we naar het afbouwcollectief. Tok, 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 het tok, tok. Afbouwcollectief.com. Doe jij de aanbiedingen maar. Nee joh, is het... Oh, dit is van €12 per vierkante meter. Je moet dus zeggen wat, kut. Oh ja, latex spuiten. Yes. Dat is van €12 per vierkante meter. Nou, daar weet jij alles van, hè. Vond je? Nou, €8 per vierkante meter, dat is €4 per vierkante meter, hè? Korting. Dus 10 vierkante meter is 40 ekkies, huppakee. Ja. En die kan je zo weer doneren via roddelpraat.backbeat.org. Zoveel tijd hebben ze niet gekocht. Oh, dan is dat klaar. Volgende dan maar. Nee. Stukken van wanden. Oh, die stuk ook nog eens. Van 1950 per vierkante meter voor 14,50 per vierkante meter. Dat is niet veel geld, hè, want stukken, dat is een pleurswerk. En natuurlijk, de aanbouw al vanaf 1150 per M3. Naar 950 per M3. Kubieke meter. Ja, kubieke meter. Dus dat is heerlijk. Dat is niet duur. Badkamer. En al dat geld wat je bespaart, kan je weer doorzetten naar roddelpraat. Ook weer waar. Of een paar zonnepaneeltjes. Ook weer waar. €5000 nieuwe badkamer. Dat is niet geld. En dat is het buitenstukken van wanden van €95 voor slechts €80 per vierkante meter. Fantastisch en niet duur bij afbouwcollectief.com. Want waar we vroeger .nl zeiden, zijn zij groots en internationaal gegaan. Dus afbouwcollectief.com. Ja. Dus heeft u nou een chaletje in Andorra, kunnen ze ook daar aan het werk. Nou, een chaletje in Andorra? Nee, maar ik zou bijna nu een tweede huis willen kopen, puur om hun in te huren. Zo goed vind ik het. Zo is en het. Een paar dakpaneeltjes erbij. Je bent lekker commercieel bezig, Bardo. Ja, goed, en dan gaan we naar het warmtepompencollectief. Oh, weet je wat een warmtepomp is? Zeker, dat is voor je huis toch gewoon, of niet? Voor je huis toch gewoon? Dat klopt, helemaal in uw woning een warmtepomp. En wat doet een warmtepomp? Die pompt warmte in je woning. Die lijkt toch voor de hitte niet, wel? Maar volgens mij wel, ja. Ik weet het ook niet helemaal. Jezus Christus. Ja. Dat is niet logisch. Maak je woning winterklaar met giga collectieve voordelen op zowel warmtepomp als cv-ketel. Hoppakee. Is het een warmtepomp
Of serveer je het of gaat dat allebei ook in huis? Dat kan allebei ook in huis. Allebei. Hybride warmtepompen uit voorraad geleverd. Vandaag besteld, week erop gemonteerd. Montage dat is klaar snel. Binnen één dag. Dat is snel. En gemiddeld 75% besparing op je gasrekening. Dat is veel. Hybride warmtepompen van Intergas. Nu voor maar €3750 met laagste prijsgarantie. En een actiecode. Rollenpraat geeft ook nog eens 10% extra korting op factuur. Oh, dat is lekker. En er zit nog een subsidie op van €400. Ja, is niet wat voor jou? Ja, waar kan ik zo'n gratis offerte aanvragen? Op warmtepompencollectief.nl. Nee, nou, geef even. Ik neem ze mee naar huis. Dit ja. Vind ik, ja, we hebben weer iemand blij gemaakt voor warmtecollectief.nl. Oh. En ben je ook blij met ons? Vergeet dan ook niet rollenpraat.backbeer.org. En de groeten van mij... En van Buddy. En als u nou denkt, ja, de winter komt eraan, maar warmtepomp is wat te gek. Ik koop een warme trui. Ja, goed, ja. Wij hebben ze weer op staal. Roddelpraat.shop. Warme kleding. Heerlijke, mooie shirts. Wij sluiten deze dierendag af. Nee, ik wil je zeggen, mocht je mij nog ergens willen zoeken, ik ben op twitch.tv/bardo. Doei. Hè? Kleine zelfpromo mag toch? Ja, ja, ja. Nou, daar heb je niet op ingekocht, maat. Ja, ik kom op. Ik koop eens een warmtepompie. Oké, mooi. Met code Roddelpraat. Twitch.tv/Bardo. Doei. Heel leuk. Iedere avond, toch? Iedere avond, non-stop. Ja. Nu ook. Mooi. Lieve mensen, fijn dat u er was. Buddy weer even gezien. We houden Buddy. Ja, nemen we nu weer terug in de luwte. Want, nou ja, ik wil hem een beetje geheim houden. Ja, een beetje sparen ook. Ik wil er niet te veel mee koketeren. Ja. Ja, en misschien was die ene tik weer... Die heeft niemand gezien. Hebben die eruit geknipt? Ja, vast wel. We zien u graag bij de extra. Dank u wel en welterusten. Doei!